Dijk. Meneer Van Dijk. Die sleutel, de sleutel van het nieuwe huis, die is weg. Oh, denkt u eens goed na. Heeft u de man hem niet? Oh, natuurlijk. Er zit die sukkel wel weer mee rondlopen. Het is niet zo u zult ze de kost moeten geven, mevrouw. Bij wie dit soort dingen gebeuren? Het is dat het zo mooi wonen is in België, maar anders was ik hier nooit aan begonnen. Jullie spitsen bij je? Die is gek spitsen! Ik zal natuurlijk weer indruk maken! Oh, kijk eens, ik heb een spitsen bij me! Jullie zijn gewoon jaloers dat ik toch de prins word. Jullie mogen al afwachten wie door aan Roosje mag spelen. Ach, hou je bek, sukkel. We zijn een prins met willen. Wij niet eens met Doornroosje. Nee, een dansje maar alleen. En al die rol van Doornroosje. Een stuk. Ja, je was toch zo goed in ballet? Jongen, we moeten het nou per se vandaag? Ja, dat moet inderdaad per se vandaag. We mogen directie op. Nou, het is dus heel vervelend, dat kan me niks geven. Schelen. Zoveel werk is het toch niet? Natuurlijk kan het wel schelen, maar om je de waarheid te zeggen, ik wou vandaag de grond tussenuit knijpen. Ja, we verhuizen vandaag. Ik wil Francisca niet alleen laten met al die troep. Je weet hoe ze is. Maar niks, joh. Het kan mij niet schelen, maar als ik niet jouw schoenen stond, wacht, dan... Sorry. Ja, ik moet even naar huis bellen. Sorry. Meneer wordt gebeld. Ja, hallo. Nee, er is niks hoor. Wat, of ik de sleutels van België heb? Ja, natuurlijk. Wat, ik zal even zoeken. Wacht even, een momentje. Wat is er hier? Ja, ik heb ze. Hier, hoor maar. Natuurlijk, ja, nee, ik kom ze meteen brengen, dat is goed. Ja. Ja, zien we zo. Dag. Nou, je hoort het. U komt ze meteen brengen. Dus ja. Er komt er daar niks meer van. Nee. Meneer gaat even op en neer naar België. Ja. Even op en neer naar België. Ja. Ja. Morgen meneer. Alles goed? Prima meneer. Hey. Heb jij... Is het nou... Ja, dat is goed. Oké. Morgen. Morgen.
Wat doe jij hier nou? Ach, die kerels worden toch alleen maar gek van me. Ik heb helemaal niks te doen. Oh. We hebben dus sleutels. Ja. Hier. Ja, dat zijn ze dus niet. Niet? Nee, die zijn van het koetshuis en van de garage. Waarom heb ik dat nou weer? We vinden ze wel, heus. Ook geen idee waar ze zouden kunnen zijn. Nee, ik heb geen idee. Ik ben gisteren nog op en neer geweest, maar waar ik die sleutels laten heb, dat weet ik niet. Nou, denkt u eens rustig na. U bent binnengekomen en waar heeft u ze toen neergelegd? Nou, ik ben binnengekomen, ik heb de post van de tafel gehaald, ik heb hier het neesje gedaan. Ja, en daar was het doosje. Dat hartvormige doosje, je weet het wel. Waar we ook de sleutels van de boot in hebben. Zo'n gebloemd doosje? Ja! Hartvormig. Stond u in het nisje waar ik bezig was toen u binnenkwam? Ja, u bedoelt toch niet dat er... Ja, kijk mevrouwtje, als we alles moeten inpakken, dan pak ik me ook echt alles in. Oh nee. Nou, fijn. Ja, er zit niks anders op. Kom op jongens, dan gaan we weer. Kijk dan. Wat is hier? Hier een hartvormig gebloemd doosje. Godzijdank. Nou, het lijkt me verstandig dat u dat maar bij zich houdt. Nou, klopt jongens. Oké, jongens. Alles er weer in.
voor elkaar, opa. Ja, wij zitten er nergens mee. Ja, als ze nou maar opschieten. Ja. Soms wel je eigen schuld. Ja! Dat we er een fantastische voorstelling van maken. Oké? Okay? Goed. Nou, en dan is het verder zo dat ik in al mijn wijsheid heb besloten dat, mits hij daar een beetje zijn best voor doet, Alex de rol van de prins speelt. Ja, en wat betreft de andere hoofdrol, ik denk toch dat jullie het allemaal met me eens zullen zijn dat onze Marlies toch de beste door een roosje is. Ja? Oké. Okay. Jongens, zeg even thuis dat over 2 weken repeteren we in onze kostuums. Dus laat jullie moeder eraan denken dat we het volgende week al bij ons hebben. Goed? Oké. Okay. Bedankt, dat was het voor vandaag.